Want meneer De Waal, ook in deze voorstellen zijn het opnieuw in de eerste plaats de werkende mensen, nou natuurlijk de werkende Vlaming, die voor de belastingverhoging zal mogen opdraaien. En ik ga u een anekdote vertellen. Ik was vorig weekend op bezoek in een ziekenhuis bij een kennis van mij die daar lag op een tweepersoonskamer. En wij zijn aan het praten en in het bed naast mij ligt een brandweerman te zijn en zijn vrouw zit langs hem naast het bed. En op een bepaald moment vraagt die man mij, kan u mij zeggen wat die nota die Rupo, de belastingvoorstellingen die Rupo, wat dat voor mij betekent. En ik heb hem enkele vragen gesteld. Ik heb hem gevraagd, hebt u een huis? Nee, zegt hij, we gaan er binnenkort een kopen. Ik zeg, dan gaat u betalen. Ik zeg, gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Ja, zegt hij, ik zeg, dan gaat u betalen. Doet u aan pensioensparen? Dan gaat u betalen. Gebruikt u dienstenchecks? Dan gaat u betalen. Hebt u digitale televisie? Dan gaat u betalen. Zijt u van plan om in dat huis isolatie in te voeren? Dan gaat u betalen. Dat is wat er afkomt op de werkende Vlaming. En weet u, meneer De Waal, wat zijn vrouw daarop antwoordde? Die zei, als ik dat allemaal hoor, zei zijn vrouw, dan kan ik beter gaan doppen. En de clue van het verhaal... Worden we zenuwachtig? Meneer Jan van. Dank u. En de clue van het verhaal is dat wat die dame zei, dat stilletjes aan bewaard wordt. Want door al die maatregelen die ik net heb opgesomd, wordt de prikkel om te werken steeds dunner. Wacht een beetje. Dat is wel wat. Jan, en heeft u ook gevraagd wie dat de ziekenhuisfactuur betaalde? Ik zou het niet begrepen. Ik heb niet begrepen. En heeft u aan deze betrokkenen ook gevraagd wie zijn ziekenhuisfactuur betaalde? Ja, mevrouw, natuurlijk. Daar gaat het hem juist om. Daar gaat het hem juist om. Om dat stelsel van sociale zekerheid in stand te houden. Dat doet je niet door de bedrijven te bezwaren. Dat doet je niet door de mensen te ontmoedigen om te werken. Daar doet je dat niet mee. Daarmee ondermijnt je de sociale zekerheid.